mensen, vandaag een hele mooie dag. We zijn hier een mooi gebied. We gaan weer een lekker dagje zoeken met een metaaldetector. Wat willen jullie dat wij vandaag gaan vinden? Goud, zilver, ringen, noem het maar. Zet het even in de reacties. Dus laat mij het omgeving zien. Prachtig kasteel. Nou, genoeg zoekruimte. Yes. We gaan beginnen. Blijf erbij. Eerste vondst. Nee? Eerste vondst. Oh. Hier blijven. Nou, even schoonmaken. Ik weet nog niet wat het is. Kijk eens wat geinig. Een speelgoedautootje. Althans, een deel daarvan. Dubbele toon. Klonk lekker. Dit kan wel eens wat goeds wezen. Even kijken. Waar zit die? Hey, oh, dat is het. Volgens mij wel een muntje. Hij kwam heel lekker binnen. Het ziet er wel uit als een muntje. Nou, even goed schoonmaken. Eerste muntje. Nou, dacht ik dat die brak. Maar waarschijnlijk waren het er gewoon twee op elkaar. Er staat iets op. Holland hier een kruis. Kennelijk Holland. Zie je dat? Ja, kruis, ja. En een rondje in het midden. Ja, hè? Ja. Even goed schoonmaken. Leuk. De eerste mooie vondst van vandaag. Nou ja, heb een kwartiertje geduurd. Maar hij is binnen. Geinig. We hebben weer wat leuks. Zien jullie hem al? Ik zie hem. Het is een vierkante stuiver. Oh, daar gaat hij. Even kijken. In wat voor staat die nog is. Dik. Even poetsen op de broek. Ja, ja, kijk eens, kijk eens. Ja, 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 mensen. Geinig. Ja, natuurlijk mag jij even kijken. Mooi man. Ja, die zijn leuk. 19. Kan je een jaartal zien? Ik zie 19 staan. Mooiertje, mooiertje. 1944 volgens mij. Ik denk dat het kopernikkel is. Anders is hij nooit zo mooi. Ja. Zo eentje had ik vorige keer in Wassenaar ook. Ah. Ja, mooi. Nice one. Mooi toch? Yes. Goed mensen. Ik heb dus door nog even een leuke vraag voor jullie. Weten jullie wat dit is? Het heeft met dat gebouw te maken. Ik ben benieuwd. Ik zie de reacties wel tegemoet. Zien jullie hem? We hebben er weer eentje. Even kijken. Wat is het? Eventjes wat anders tussendoor. Er is nog iets bijzonders aan deze plek waar we vandaag aan het zoeken zijn. Dat zal ik jullie nu gaan laten zien. Als je hier kijkt, ligt hier een fundering. Waar is die fundering nou van? Nou, ik kan je zeggen, niet omdat ik hier plan had om mijn villa te bouwen. Maar dat loopt helemaal door. Tot daar. Aan die bomen. Maar zelfs nog door die bomen heen ligt het ook. Dan ga ik vertellen wat het is. Hier hebben dus tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze plannen om hier een V1 installatie neer te zetten. Dus een V1 vliegende bom. Om op Engeland af te vuren. Nou is dat geloof ik nooit helemaal gelukt om het af te krijgen. Maar ik zal een linkje met informatie in de beschrijving zetten. Want het is heel interessant om te kijken. Erg indrukwekkend. Goed, ik ga weer verder met zoeken. Zie jullie bij de volgende vondst. Zo, wat heb je, Ben? Een munt. Hou hem even in het licht. Even een stukje draaien, dat hij in de zon... Wat heb je? Laat eens kijken. Niet te veel pullen, hè? Nee. Kun je meer dat plasje een beetje afspoelen? Hier zo. Doe hem even in het water. Is dat dat? Kun je het zien? Nee, ik kan nog niks zien. Volgens mij heb ik weer pech. Nee. Een vergane munt. Ja. Even goed kijken thuis, joh. Ja. Houdt het spannend. Leuk gespie weer. Auwertje. Hup. Bijzonder. $10 uit 1950. Leuk. Het was even een tijdje stil, maar we hebben weer wat. Een stukje sieraad of van een bros. Ziet er grappig uit. Hey. Wat is dit? Knoopie. Yo! Ik heb een knoopje gevonden. De hele tijd zegt hij niks, nou, maar hij vindt gewoon leuke dingen, die Ben. Moet je kijken, man, dit is echt hartstikke antiek. Ja, joh. Antiek misschien. En die ander, wat is dat? Een paard? Misschien nog wel 1800, een paard. Maar die wil ik eigenlijk wat schoner, want ik ben benieuwd wat erop zit. In ieder geval een mannetje. Een borsteltje hebben we of niet? Heb je een borsteltje? Even kijken. Nou, hier, heb jij die andere zooi? Wat is dit voor ring? Zegt ook niet. Kijk, een pin van een handgranaat, vriend. Nee. Ja, kijk eens. Klik. Nee. Echt waar. Nee, zal serieus. Het? Zal het? Ja. Want moet het anders zijn? Ja. Dat is een pin. Een pin van een oude handgranaat. Dat weet ik. Kijk, nou wordt die mooi als een ridder volgens mij. Nee ja. Je weet hoe oud dat is. Kijk, ja, het is in ieder geval een soldaat. Kijk eens hoe gaaf, joh. Ja, dat gaat niet kapot, want het is... Of is het lood? Wat is het? Ik zeg, heb je nog wat? Hij zegt, nou. Dit is hartstikke oud. Ja, mooi. Echt, man. Dit kan je echt. Dit is een sieraad in een vitrinekast of zo. Mooi, man. Een soldaat of een ridder? Ik denk een soldaat. Ja, dit is misschien ook een soldaat, omdat hij fietstassen achterop heeft. Nou, hier deze twee dingetjes nog. Een dubbel geslagen lepeltje. En een klemmetje van iets. Speeltje. Zo mensen, dit was hem voor vandaag. We hebben de vondst even op een rijtje gelegd. Er zitten leuke dingetjes tussen. Dus ik heb me wel vermaakt zo vandaag. We gaan beginnen bij benzenvondsten. Die heb hele leuke dingetjes gevonden. Ben, kan jij een toelichting geven? Nou, dit is sowieso een kogelhuls. Ja? Ja. Dit weet ik eigenlijk niet. Lijkt wel misschien een stukje van een schede. Lijkt ja, ook wel, van een wapen geweest. Ja. Als je wel eens van die bajonetten hebt gezien, dat je zo'n schede... Klopt, ja. Nou ja, twee gespen. Oude riemgespen. Ook netjes. Oud speelgoed. Ik weet niet waarvan het is. Tin lijkt het wel. Ja, die zijn echt gaaf. Die gaan kicken. Nog een kogelhuls. Een borgpen van iets. Ja. Kikken. En dit, ja. Dit is troep. Ja, nou, dan wat ik heb gevonden. Die weet ik nog niet. Een paar ringen. Een of andere moderne flippo. Ik denk dat dit gegoten stukjes aluminium zijn. Dat weet ik nog niet zeker. En dit zijn echt een aantal oude munten. Heel gaaf. Ik moet ze thuis even goed schoonmaken om ze echt te definiëren. Wel een vierkante stuiver. 1941. Een zilver dubbeltje. 1950. En een dubbeltje uit 1970. Mooie knoop. En nog een moderne knoop. Dit een oude knoop. Ja, ik denk het wel. En het groen is ook wel heel erg. Oud lepeltje. Stukje sieraad. Ook even goed schoonmaken. Speelgoed, autootje, voorkantje. Stuk koper. Weten jullie wat dit is? Laat het in de reacties achter. Nou, en dan hier nog wat dingetjes. Dat heb ik gevraagd aan jullie. Kijken of jullie het weten. En hier denk ik nog wat oude spijkers, toestanden, tubetjes. Dus dat was hem. Vonden jullie dit nou een leuke video? Abonneer, blauw duimpje omhoog. En vergeet de link niet die ik in de beschrijving stop voor de V1 installatie. Ik zal er 2 bij doen, want ze zijn allebei hartstikke gaaf. En ik zie jullie bij de volgende video.